We zijn in Chengdu. We zijn een beetje misselijk allebei van de autoreis. Ja. Een beetje moe. Ja, autoreis. Maar de meneer van de hotel heeft ons gebracht, super lief. Nou, we hebben wel gewoon betaald, maar het is nog super lief. Ja. Die zei de hele tijd, heb je paspoort bij je, heb je alles gecheckt, en de grond, en de laadjes. Zo, hij is hartstikke schattig. Echt zo'n pap, een papa. En nu zijn we hier. Nou, en deze guy komt ook heel relaxed over. Ja. Jong ook. Ja. En we hadden een hond in ons huisje, in ons hotel. Bubble. Deed ook Bubble Guest House. Super spannend, hij dacht, zit zij in de hoek en hij wou niet weg. Maar kijk, we zitten echt in een balzaal als kamer. Dit is Loris natuurlijk weer. En daar zie je Bubble, dit is ons balkonnetje. Super schattig. Bureautje. Nou, moeten we helemaal ver lopen om bij de badkamer te komen. En dan denk je, nou, zijn we al uitgelopen? Nee, want het is tering groot hier. Kijk, mijn kamer in Diemen was niet eens... mijn kamer in Diemen was niet eens zo groot. Echt, hè? Kijk. Helemaal mooi. Het zijn wel met miertjes, maar ja. Een schattig nieuws. Nou, dus dat is helemaal leuk. En we zitten op 200 meter afstand van het skatepark. Nou, en dat is nog leuker. Ja. En ik zie me hier al helemaal mijn armbandjes maken. Zie je het ook? Ja. Helemaal. Super chill. Helemaal bij aanmaken en zo. Heb je nog iets toe te voegen? Nee. Ik heb de perfecte plek gevonden om te rolschaatsen. Oh mijn god, kijk wat mooi. Ziek uitzicht. Ik hoorde net al dat iedere zondag hier voor rolschaatsers is op het dak. Maar dat zal ook nu wel zo zijn, toch? Lijkt mij. Het zal vet cool zijn, oh mijn god. Maar het regent een beetje, dus ik ga armbandjes maken, denk ik. Loris vermaakt zich hier nog wel even. Oké, ik ga een choker maken. Ik maak armbandjes en sieraden, kettingen, oorbellen. En ik heb mijn kralen mee op reis genomen, in ieder geval zoveel mogelijk. En ik had laatst... Anna heeft me een keer een armbandje gegeven. En die... Die paste niet, die was te groot. Dit was super jammer, want het is echt een mega mooi armbandje. Dus daar heb ik uiteindelijk een choker van gemaakt, van stof. Daar ben ik heel blij mee. En nu wil ik nog een choker maken. Van, kijk, ik maak dus armbandjes van dit soort kralen. Van die dikke. Maar ook van... Miyuki kraaltjes en die zijn heel dun.
Oké, daar weef je mee en die andere rijg je. Dat is een groot verschil. Maar ik wil van... Even kijken, deze... een choker maken. En hopelijk gaat het lukken. En dat wil ik dan doen met... door middel van een goud slotje hier, die je zo in elkaar haakt. Die vind ik ook altijd wel mooi. En ik hoop dat ik er genoeg kuiltjes van heb. En ondertussen ga ik first dates kijken. Oké, ik zal dit ook even uitleggen. Voor een choker neemt men een slotje. Je hebt verschillende soorten slotjes, maar ik wil zo'n slotje gebruiken. En die komt dan hier. Daar sluit je het mee aan. Je hebt elastiek nodig. En drukknoopjes en kralen. En dat was het. Kijk, je pakt een stuk. Meet je af. Ruim. Zo'n stuk, dat is denk ik... Nou, iets meer dan 30 centimeter. Denk ik. Dus ik heb dit, want ik heb even geen schaar. Zo. Deze twee zijn ook heel handig. Zo. Neem je je slotje. Dan rijg je die er doorheen. En dan moet je een drukknopje pakken. Een gouden. Zo, je hebt dik en dun. En ik pak nu de dikkere. Ik pak er twee, zodat het twee voor aan één kant. Zo, en dan... rijg ik ze allebei er doorheen. Door het lange stuk. Zo. En dan doe ik hetzelfde met de korte kant. Rijg ik ze ook weer er doorheen. Zo. Dus dan heb je dit. En dit ga je zo aandrukken. Dat doe je met die. Zo, dan heb je dit stukje over, maar dat kan je zo afknippen en dan kan je gaan rijgen. En het, uiteindelijk doe je hetzelfde met de achterkant. Maar die hou je open omdat je moet rijgen en je moet kunnen meten. Oh ja, en ik heb dus van de plastic bekertje de bodem afgeknipt. En dat maakt gewoon een handige kralenbakje. Maar waarschijnlijk begin ik hier veel te laat mee, want we moeten nog eten. En Lottie is net klaar met douchen, dus dan gaan we waarschijnlijk zo weg. Maar oké. Ja, zo. Ik ga ze allemaal van dezelfde kleur doen. Hey yo. Hey yo. Hey yo. Kijk, dan wordt dit het idee. En dan... hoop ik dat het mooi wordt als het klaar is. Dan heb ik voor jullie de rekening. Yes, okay. Merci. Nou, dat is mooi kloten, want ik heb te weinig kralen.
Kijk, hij past absoluut niet dicht. Dit wordt een enkelband. Dus ik kan kijken of ik er een armband van ga maken. Een enkelband. Een enkelband. Enkelband. Nee, niet deze. Zover tutorial. In principe geldt nog alleen. Alleen plan van tevoren. Nee, dit is toch binnen 5 minuten gedaan. Dus dan kies ik gewoon een ander kraaltje, dacht ik zo, weet je wel. Ik vind deze ook niet mooi om te mengen.